De Nola Hatterman Kunstacademie heeft ondanks de COVID-19-pandemie wederom 7 afgestudeerden afgeleverd. Deze kunstenaars hebben vandaag hun diploma's in ontvangst genomen tijdens een afstudeerexpositie. Sunil Puljun, coördinator van de Nola Hatterman Kunstacademie, zegt dat deze pandemie voor veel moeilijkheden heeft gezorgd in het afgelopen leerjaar. De leiding van de school heeft volgens hem vaker om de tafel met de begeleiders van de studenten moeten zitten, om ervoor te zorgen dat deze studenten op een veilige manier hun studie konden afronden. We hebben sowieso meer kunnen werken in groepsverband en meer op afroep, waarbij afspraken gemaakt werden met de begeleiders. En de studenten kwamen dus dan op de afspraken, dus dan waren ze niet continu fysiek aanwezig op de opleiding. Grotendeels werd er thuis gewerkt en de afspraak was namelijk dat op gezette tijden de studenten met hun werkstukken naar school moesten komen om de begeleiders het te laten zien. Ook de examencommissie, met hun zijn er ook bepaalde afspraken gemaakt, omdat zij uiteindelijk de groen licht moesten geven aan de studenten of ze verder zouden kunnen gaan om het schooljaar af te kunnen maken in hun eindstudiefase. Dus het is niet makkelijk geweest voor ons als opleiding, maar ik mag er trots op zijn dat er vandaag de studenten die vooral in hun final year waren, hun schooljaar dus vandaag afsluiten met hun final presentatie. Puljun haalt verder aan dat de financiële situatie nog steeds een uitdaging blijft voor de kunstacademie. Met de COVID-19-pandemie is de situatie volgens hem alleen maar verergerd. Wij als een opleidingsinstantie moeten het hebben van de studenten zelf, met de inschrijfgelden vooral die de studenten betalen. Daarmee worden de meeste dingen zelf door de studenten gedaan. Het is tijdens de corona zelf zo ver gegaan dat wij als begeleiders zelf uit ons eigen zak bepaalde zaken moeten hebben kunnen realiseren. Tot het aanschaf van materiaal, tot ervoor zorgen dat de studenten toch zouden kunnen komen. En zelfs onze rekeningen als internet, telefoonrekening, die zijn ook allemaal afgesloten. Dus we zijn nu bezig te kijken met Telesuur wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om dit weer in werking te krijgen. Want als school hebben wij dat nodig. Administratieve doeleinden, maar er zijn ook bepaalde lessen waarbij het internet nodig is. Dus kortom, het is niet makkelijk geweest. En nu dat de school zo zoetjes aan weer een beetje is gestart, met de inkomsten proberen wij dus dan bepaalde dingen draaiende te houden. Sunil Puljun, coördinator van de Nola Hatterman Kunstacademie. Hij sprak vanmorgen bij de diploma-uitreiking van de 7 afgestudeerden van de Nola Hatterman Kunstacademie.